Power to the people, power to the truth, power to the beef, power to yourself. Beste kameraden van de straat, u zag net de Mekong Delta. Achter mij is het paleis van de king. Ook in Cambodja hebben kings grote paleizen. Maar even een klein zijsprongetje. Tijdens de Vietnamoorlog en dat Amerika illegaal Cambodja aan het plat bombarderen waren, vertelde mij gisteren een van de locals, een vriend van mij, ook een tuk-tuk taxichauffeur, collega. Want u weet, ik ben hier, ik voorzie mijn onderhoud als tuk-tuk underground no fake news reporter. Dreven hier gewoon honderden lijken iedere dag, kwamen uit de Mekong Delta of andere gebieden uit Cambodja. Allemaal slachtoffers van de US reptielen. Die nooit veroordeeld zijn, geen genocide, 2,2 miljoen doden in Vietnam, 500.000, 600.000 doden in Cambodja door. Allemaal vermoord door de US reptielen, geen genocide. Alleen Rusland kan genocide plegen. In ieder geval, ik ga nu hier, ik zal het u maar eerlijk verklappen. Ik heb een tweede baan. Ik werk hier als toiletschoonmaker bij de King, om in mijn onderhoud te voorzien. Telt u het alsjeblieft niet verder, het is geheim, want u weet, ik ben op de vlucht, ik ben aan het onderduiken. Bedreigd door de AIVD-moordenaars, pedo-mafia, hoerenjong bruinenaars, pas van hout. Maar ik wil het even voor mijn werk gaan doen in het paleis, even toch even iets van, ik wil iets kwijt van mijn hart. Ja, die vind ik op straat hoor, die koop ik. Ongehoord TV blijkt dus nu vastgesteld. Kijkt u maar even naar dit filmpje van de PVV'er Bosman, waarin hij de D66-SS juppie Mongolen minister ter orde roept. Blijkt dus nu dat Ongehoord TV belaagd is, afgeluisterd door de, onder andere de AIVD, het OM van die Turkse Uncle Tom minister en niet te vergeten Uncle Tom Frank Weerwind van SSD66, de persoonlijke vriend van Ali B, de MeToo-man. En in het bestuur gezeten van de Witwasstichting van het verloren kind of iets dergelijks. Van MeToo-pedo-rapist Johnny de Mol, coca-junkie, zelf klaar. In ieder geval, ze worden dus nu belaagd door hun. Nou, dat is voor mij heel erg oud nieuws. 30 jaar geleden al werd er op mij een moordaanslag gepleegd door de AIVD-moordenaars Hoerenjong Bruinrad Bas van Hout en coca-junkie Peter R. Samen met de politie, een heuse officier van justitie en een rechtercommissaris, mannetje van 70. En niet te vergeten, degene die mij in de val moest lokken, draaideurcrimineeltje Ronnie Ostrowski. Dus ik werd al 30 jaar geleden werd ik dus belaagd door de AIVD, het OM en de politie corrupt. En niet alleen belaagd, er werd zelfs een heuse moordaanslag op mij gepleegd. U kunt die beelden zien op YouTube, dat ze me bijna doodwurgen op de Floyd manier. Het is een wonder dat ik het overleefd heb. En nu blijkt dus dat de AIVD daar nog steeds mee doorgaat. Ze hebben dus nu, geheel in strijd met de wet, geheel in strijd met de rule of law, net als wat ze bij mij al 30 jaar lang doen, de AIVD en het OM en de politie. Ik heb er ook processen tegen gevoerd. U kunt het allemaal nakijken op YouTube. En u kunt het nalezen op Volksnieuws Amsterdam en Waard. Ziet u het overzicht. Ik heb een schadeclaim ingediend van 2,2 miljoen. Nou, die is natuurlijk in de prullenbak ingegaan. Tegen Bas van Hout en Peter R. de Vries bij de staat en de AIVD. Lang van kort te maken. Ongehoord TV ondervindt nu hetzelfde als mij. Dus ze moeten een beetje gaan uitkijken dat er ook niet opeens een moordaanslag op hun gepleegd wordt. Oké, mensen, power to the people, power to the truth, power to the... En uiteraard gaan onze gedachten weer elke ochtend, als we beginnen met onze dag nieuws kijken, moet ik toch altijd weer denken aan die misdaden van regime Rutte. 400.000 kinderen lijden inmiddels honger. 4,5 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De AOW'ers, de gewone AOW'ers, dat doet niet de biljonairs, kunnen amper nog eten kopen of een kachel betalen. Het is verschrikkelijk. Miljarden naar de Oekraïne, u kent het verhaal. Nou, ik ga er weer ophouden. Ik moet nu aan het werk. Ik heb de King die gewoon zulke drollen. Die gelooft het niet. Net als King William, ze vreten zich helemaal met lablazers. Dus ik moet al die grote drollen eruit halen.
Power to the people, power to you, power to the truth. En kom in verzet tegen het US reptiele regime Rutte. En niet te vergeten, de steunpilaarpartijtjes, Judas, PvdA, hoertjes, zakkenvullers en GroenLinks-rechtsnaties. Ik ga in mijn werk, jongens. Het opschieten ben ik te laat. Rechts, natie,